kijkers, Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Op een hele rare locatie zit ik. Dierenopvangcentrum, Spijkenisse. Ik wil eruit. Ik voel me opgesloten. En al die katten en die honden die hier zitten, vele tientallen, die willen net zoals ik, willen ze eruit. Help ons. Monique, haal me eruit alsjeblieft. Monique van de Klooster, van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Dankjewel dat je me hebt bevrijd. Maar je zou nog veel meer dieren willen bevrijden, hè? Hoeveel heb je die hier zitten? Ik heb ongeveer 40 katten zitten. En tussen de 40 en de 50 en tussen de 20 en de 30 honden. En die zijn allemaal op zoek naar een nieuw baasje? Ja, allemaal op zoek naar een nieuw thuis, naar een gouden man. De dieren komen hier met de dierenambulance, opvang op allerlei manieren. Tot zelfs dat ze aan het hek worden vastgebonden, is dat niet? Ja, dat klopt. Ja, jammer genoeg wel. Ja, jullie zouden toch wel heel graag willen dat de kennels helemaal leeg komen. Hè? Dat de dieren bij mensen thuis komen. Of er nou Spijkenisse is of ergens anders op Voor in de Putten. Maakt allemaal niet uit. Nee. Mensen kunnen jullie opzoeken en ook naar de dieren kijken via een website. Ja, wij hebben een website, dat is ikzoekbaas.nl. Daar staan alle asielen op die aangesloten zijn bij de dierenbescherming. En dan kunnen ze alle katten en honden en zelfs andere dieren opvinden. Alle honden, alle katten zijn even belangrijk. Zeker. Maar Botlek TV, Link Media haalt er elke week eentje eruit. Ja. Dat wordt het dier van de week. Ja. En daar ga jij dan wat over vertellen. Absoluut. Jij wordt eigenlijk de nieuwe presentator van Botlek TV, Link Media. U hoort het, kijkers, Botlek TV, Link Media. Kom naar hier. Kijk op de website. Ik presenteer de nieuwe presentatrice van Botlek TV, Link Media, Monique van de Klooster. Veel succes. Dank je.